Nog ongeveer 100 dagen voor het planten van de aardappelen. Er zijn knollen bij die er nu al zin in hebben. Ik heb een bewaring zonder geforceerde koeling, dus varieert de temperatuur nogal. Ik heb hier de knollen uit het zaad, de klonen. Door het extreme weer afgelopen zomer zijn ze nogal kiemlustig. Er zit ook nog wel eens een vitofte-knol in. Het is wonderbaarlijk hoe lang deze knollen kiemkrachtig blijven. Kan je ook het gevaar zien als deze toch geplant worden. Dus let goed op het plantmateriaal. Ook zijn bepaalde kruisingen lekkerder voor de muizen. Ik haal nu de kiemen van de aardappelen, omdat ze de knollen anders te veel uitputten. Bij de meeste is het alleen een topspruitje. En dat is wel goed dat die eraf gaan, want er komen later de andere ogen beter los. Ik heb hier de eerste oogst van dit jaar. Geen idee hoe dit kan. Is het verschil in kieming binnen een kruising nu toeval of genetische aanleg? Van de planten uit deze kruising heb ik overal 3 knollen aangehouden. En zoals je kan zien zit er tussen de 3 knollen per kloon erg weinig verschil. En kan ik op basis van 1 knol ook rustig de ergste kiemen weggooien. Bedankt voor het kijken.